Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En zoals je in de titel al kan lezen, ga ik vandaag hele gewaagde vragen beantwoorden. Maar voordat we daarheen gaan, heb ik super leuk nieuws. En ik kan alleen maar beginnen met het bedanken van jullie, want dankzij jullie harde werk eigenlijk van het kijken van mijn video's hebben we nu een YouTube partnership in de wacht gesleept. Ik ben nog een beetje aan het zoeken hoe het allemaal werkt, hoe ik al die dingen die ik op moet sturen moet invullen en zo. Maar in de aankomende tijd zullen dus mijn video's uh, beter gepubliceerd worden op YouTube dankzij YouTube partnership. Dus heel erg chill dat we die binnen hebben en we hebben daarvoor. 1000 subs nodig, die hadden we al eventjes. Maar wat we vooral nodig hadden en waar we heel lang over gedaan hebben, is 4000 publieke kijkuren in een jaar hebben. En die hebben we dus vandaag gehaald. En vandaag is het 16 januari. Dus ja, 16 januari mag voor mij uh, de mijlpalen boek in voor YouTube Partnership. Heel leuk. Ik ben er echt heel blij mee en ik ben jullie heel dankbaar. En vandaar dat ik deze speciale extra video maak. En het leek me leuk om een keer de vragen te beantwoorden die jullie altijd hebben willen stellen, maar nooit hebben durven vragen. Wat ik heb gedaan is op Instagram heb ik een vraagsticker gedeeld met um, daarin vraag de vragen die je altijd al wilde vragen, maar niet durfde. En ik was heel erg benieuwd wat hieruit zou komen. En ik had een beetje het verwacht dat er heel veel inkomstenvragen uh, zouden komen over mijn inkomen. Maar dat viel wel mee. Er waren wel een paar vragen daarover wat ik verdiend heb en zo. Um, maar de rest is voornamelijk over seks. <laughs> En ik heb zoveel vragen binnen gekregen dat ik gewoon stiekem kan kiezen welke ik ga beantwoorden. Dat vind ik wel heel erg luxe. Oké, okay, laten we gewoon beginnen. Oh, mijn nagel is knuuk. Nageltje eraf. Oké, okay. de vraagsticker was... Hier heb ik hem. Als je me niet volgt op Instagram, dat is TV. En de vraagsticker... Ik zei, voor een hele speciale uh, YouTube-video heb ik een vraag aan jullie... Stel me een vraag waarvan je denkt dat ik er geen antwoord op durf te geven. Nou, daar was ik dus wel heel benieuwd naar. Laten we even met een vraag beginnen die vaker gesteld is. Even kijken hoe vaak die. Echt een hele lijst aan, aan vragen zie je. Uh, uh, um, even kijken, onderaan. <laughs> Het gaat echt heel veel over Shanks. Oké, okay, een vraag die ik vaker heb gekregen is: heb je ooit een lesbische ervaring gehad en wat vond je ervan? Zo, boem, we zitten binnen. Eerste vraag van de video. Ik heb nooit seks gehad met een vrouw. Um, ik heb wel met zes vrouwen gezoend met de tong, kan maar zeggen. En wat vond ik daarvan? Ik, ik was gewoon tijdens mijn tienertijden, zo maar zeggen. Ik denk dat dit in de periode van 14 tot was of zo. 21. Ja, ik weet niet. Ik was gewoon benieuwd. Vind ik dat ook leuk? Maar leuk. Ik vond het vooral heel grappig om met een vriendin te zoenen. Ik voelde er totaal geen um, niks meer bij of zo. Dat ik dacht van, oh, dit smaakt naar meer. Ik vond vrouwen vooral heel erg zacht zoenen. Dat ik dacht, ik mis een beetje body in deze kus. Het is dus, uh, nat en kwijlerig. <laughs> dat vond ik. Ja, het was nat en kwijlerig. En het uh, is veel te zacht. Ja, ik weet niet. Al, ik zit even te denken: als een man zo zou zoenen, of ik dan het wel lekker zou vinden? Misschien wel. Ik ben er in ieder geval achter gekomen dat ik wel gewoon hetero ben. Um, neemt niet weg dat ik vrouwen niet heel mooi vind. Ik vind het hele mooie verschijningen. Soms mooier dan mannen. Maar nee, ik val echt op mannen. Daar ben ik achter gekomen. Daar, dus dat is best een goede vraag ook. Oké, okay. deze vond ik echt heel grappig. Oké, okay. als Nicky. Nikki is mijn vriend voor de mensen die deze video voor het eerst kijken. Of mijn video's voor het eerst kijken. Als Nicky er niet achter zou komen met wie van zijn beste vrienden zou je het bed delen. Dit vind ik dus echt. Ik, uh, ik dacht echt toen ik dit las, dacht ik echt... Gadverdamme. Ik moet er echt niet aan denken om met iemand van zijn vrienden seks te hebben. En niet omdat ze zo lelijk of vies zijn of zo. Maar ik, kan, ik zie hun echt gewoon totaal niet als seks. Nee, echt gewoon niet. Um, daarnaast, al zijn vrienden hebben een vriendin, waar ik vriend, bevriend mee ben. Dus het zou heel naar zijn. Het zou heel gecompliceerd zijn als ik. Oh, in mijn gedachten kan ik het gewoon al niet meer handelen, weet je wel? Dat ik denk, oh, er komt zoveel drama van als dat zou gebeuren. Oh, dat ik er niet eens aan het begin met denken, maar er is één vriend van Nicky die vrijgezel is, uh, dus dan zou ik voor hem gaan. Het is niet omdat ik hem het aantrekkelijkst vind, denk ik. Of misschien wel. Het is gewoon het makkelijkst omdat hij vrijgezel is, dus er komt veel minder romslomp met vriendinnen en ja... Ja, dat. En... Ik zou überhaupt nooit, nooit met iemand anders seks hebben dan Nicky. Als ik met Nicky heb. En ik verwacht gewoon met hem oud te worden. Dus ja. Ja, dus ja, nee. Je kent deze persoon ook helemaal niet. Dus het is, het is vooral grappig denk ik voor mij. En als mijn vriendinnen deze video zien, dan denken ze... Oh mijn god, wat erg. Maar goed, ja. Yeah. Nee, dus uh, de vrijgezelle vriend van Nicky zou ik dan kiezen. Hoeveel heb je verdiend met Twitch in 2020? Ik zou het oprecht niet weten. Ik weet het echt niet. Um, omdat ik mijn boekhouding van 2020 nog niet af heb. Dus daarom weet ik het niet. Ik verdien, um, ik verdien natuurlijk een miljoen, maar ik krijg het niet. Dat is een beetje jammer. Um, dat is een grapje. Ik verdien geen miljoen euro. Dat zou bizar zijn. Ehm... Um, ik geef mezelf altijd gewoon een loon van... Even kijken, daar moet nog wel inkomstenbelasting af en zo. Laten we zeggen dat ik onder de streep 1800 euro in de maand mezelf geef. Wat echt minder dan het minimumloon is, volgens mij. Maar goed, het werkt. Uh, ik vind het super. Het, het gaat ook niet om geld streamen. Als... Als mijn stream... En... En dat ik dit doe echt om geld zou draaien, dat ik echt rijk ben. Dan zou ik waarschijnlijk er ook veel meer mee verdienen. Maar het draait niet om geld bij mij in mijn stream. Dus um, ik doe het echt voor fun nog steeds terwijl het mijn job is. Um, dus ik, kan, ik vind het, het oké. Okay. Uh, ja, ik zou wel meer willen verdienen zodat ik mijn nagels en mijn wenkbrauwen vaker kan laten doen. Maar ik ben gewoon gelukkig en je hebt niet veel geld nodig om gelukkig te zijn. Ben je ongesteld? Uh, ja, op dit moment ben ik ongesteld. Wel bijna niet meer. Dus ja, uh, yeah. niet zwanger dus. Met wie van je mods denk je dat een relatie het beste zal werken? Poh. Uh, mijn mods zijn. Uh, ik ga ze er even bij pakken. Ik val sowieso op mannen. Dus dan zou ik kiezen voor een mannelijke mod. Even kijken. Dan heb je. Waar ik uit kan kiezen is Stander, Ryan, Siep, Henkie Pinky, Jeff, Raymond, Lars, Rick. Jessica. Oké, okay. ik kan sowieso een paar afstrepen, zoals Rick en um, Ryan. En Keukenkoelkast ook, want die zijn gewoon veel te jong. <laughs> die zijn gewoon, ik ben 28. En dan met iemand van 18, 19, 20, 21. Ah, dat is niet helemaal wat ik zou willen. Imagine, ik zit al in een in een verder stadium van huizen kopen, trouwen, of kinderen krijgen. Daar is in die... En als je 21 bent of 18, dan ben je daar absoluut nog niet mee bezig. Dus dat is niet persoonlijk, maar die vallen sowieso al af. Nou, dan heb je uh, Jessica en Henkie Pinkie. Ja, dat zijn vrouwen, dus daar zou ik niet op vallen. Dan heb je Siep, die heeft een relatie. Ah ja, Siep heeft een relatie. Dus met een vriendin van mij. Dus dat, dat gaat absoluut niet. Dan hou ik eigenlijk nog over Lone ik noem, Ja, Nick is dat. Um, Jeff. En Lars. Nou, Lars heb ik nog nooit in het echt gezien. Dus dat, der, online klikt het heel goed. Maar ik weet dus niet hoe die eruit ziet in het echt. Wel op foto. Maar ja, dat, dat is toch anders dan in het echt. En Jeff is ook nog wel een beetje jong, denk ik. Die is wel iets ouder. Die is volgens mij ook pas 21 trouwens. Of is die al ouder? Ik weet het niet. Maar volgens mij heb Jeff... Dus eigenlijk blijft dan de enige die over zou zijn Lone Sender. Ik denk dat Lone Sender ook de enige is van mijn leeftijdscategorie. En Lars misschien, maar die heb ik dus nog nooit gezien. En de dames. Dus ja, Lone Sender ga ik dan voor. Maar is het niet. Nou wil ik niet uh, van die memes hebben van Mattia en Loon. Want dat is absoluut niet het geval. Wie is aantrekkelijker? Hap of toddersma? Oh, dat vind ik lastig. Dat is ook lang geleden. Ik weet niet hoe ze er op dit moment uitzien. La lang geleden dat ik toddersma heb gezien. Überhaupt mensen in het echt gezien is echt lang geleden. Ik ga voor toddersma. En dat is puur en alleen om zijn stem. Want hij heeft echt zo'n hele zware stem. Dus dat vind ik wel aantrekkelijk dan. Het meest aantrekkelijk. Um, ik, ik zie dat je lekker bezig bent met je lichaam op Insta. Dus wanneer ga je een OnlyFans starten? Uh, nee, uh, dat ga ik nooit doen waarschijnlijk. Ja, nooit moet ik misschien niet zeggen. Maar dat staat echt niet op mijn planning. Ik heb te veel schaamte voor zoiets. En ik vind schaamte een mooie eigenschap van mezelf. Dus uh, ik denk dat mijn schaamte weggaat als, die, uh, als ik met OnlyFans zou starten. Dus voor mij zou dat niet werken. Um, voor mijn eigen groei niet als persoon. Wat andere mensen doen, moeten ze helemaal zelf weten. <laughs> Want ik, ik, ik zou het ook doen als ik geen schaamte had. Heb je wel eens iets gekocht in een seksshop? Dat vraagt iemand, een mede-eigenaar van een seksshop, vraagt dit. Nou, ik heb dat dus nog nooit gedaan, volgens mij. Niet dat ik kan herinneren. Nee, mis ik iets? Want uh, laat het me weten in de comment als ik echt een keer iets moet kopen. Maar ik heb echt. Nee. Niet de behoefte ook eraan gehad tot nu toe. Wat vind je ervan dat je bekend staat om je billen? Uh, nou ja. Dat uh, wist ik niet. Eigenlijk dat ik bekend stond om mijn billen. Maar mijn billen, ja, ik vind mijn billen wel leuk. Dus ik vind het niet zo erg. Huh, bekend om mijn billen. Nou, dit zijn mijn billen. Ze zijn bekender dan mijn hoofd, blijkbaar. Um, ja, wat vind ik daarvan? Nou, ik sta eigenlijk een beetje. Uh, ik ben eigenlijk een beetje verrast, ik wist dat niet, maar um, de Mattia Booty in de chat is natuurlijk wel bekend. Ja, het is wel een beetje een meme, maar ik wist niet dat ik daarom bekend stond. <laughs> Mattia, van de billen. Ik vind het niet erg dat ik daar bekend om sta. Beter dat mensen mij om mijn billen kennen dan om deze tand die weggezakt is. Zie je dat? Dat vind ik veel lelijker. Oh ja, Mattia met die uitgezakte tand. Ja, Mattia met die billen. Dat is toch leuker? Nou, ik vind het dus niet zo erg. Nou, heel veel vragen zijn een beetje in de strekking van andere vragen. <laughs> Wie is je favoriete mot? Ik ga voor Siep. Siep is, is er volgens mij het meeste. Maar ik vind ze echt allemaal lief, maar dan vind ik Siep, die is het meeste. Die is er het meeste. Ik zie hem altijd aanwezig. Ehm. Um... En die doet leuke liedjes aanvragen. Ja, dat doen andere mods ook wel. Ja, ik moet toch kiezen. Ik kan niet weer loonsender zeggen. Dus ik zeg nu siep. En de volgende keer zeg ik gewoon Jeff. En dan weer Ryan en Rick. En ja, noem maar op. Heb je wel eens met je huidige vriend al een uh, orgasme gefaked? Nee, dat heb ik nog nooit gedaan. Waarom zou je dat doen? Dat vind ik zoiets raars om te doen. Misschien is dit een beetje too much information. Maar waarom zou je orgasme faken? Dan ga je het doen alsof je het leuk vindt. Terwijl je, of je, dat je het heel lekker vindt. Terwijl je het niet lekker vindt of zo. Je kunt toch beter gewoon het lekker vinden. En dan een orgasme krijgen. Maar misschien ben ik heel raar daarin. Maar ik zou nooit faken. <tomt> heb je ooit niet meer kunnen houden. En je be behoefte in je broek gedaan. Um, ik heb niet in mijn broek gepoept. Nooit. Maar. <tomt> wel een ander grappig poepverhaal. Die ga ik nog te goed houden. Ga ik voor jullie. Die houden jullie nog te goed. En als je hem graag wil horen, laat het weten in de comments. En als je niet wil, laten, of wil, niet wil weten, dan, uh, dan laat je niks weten. En dan uh, vertel ik het niet. Dan even kijken hoeveel mensen dit verhaal willen weten. Want het is wel een grappig verhaal, maar <laughs> wel een beetje gênant. Voor wie zou je eens Nikki aan de kant schuiven? Je relatie opgeven? Uh, nou, Nicky zou mij aan de kant schuiven voor Duitse Kroes en ik had gezegd, dan wil ik graag uh, Robert Pattinson. Dus dat hebben we gewoon ook met elkaar afgesproken. Nikki krijgt Duitse Kroes en ik krijg Robert Pattinson en dan zullen we niet boos zijn op elkaar. Oh, dit is ook wel grappig. Hoeveel foto's maak je normaal gesproken voordat je de perfecte foto hebt die je post? Ik maak dus vaak wel een stuk of tien foto's. Nou, nee, vijf denk ik eerder. En het is altijd de eerste foto die ik gemaakt heb, is altijd de beste. Dus ik kan er eigenlijk in principe gewoon één maken. Maar het, het wordt altijd slechter naarmate ik meer foto's maak. Um, heb je wel eens een Matsquad member ontmoet waarvan je positief verrast was? Ja, maar eigenlijk uh, heb ik dat wel vaker. Dan heb je een beeld bij iemand online. En dan ineens ontmoet je ze in het echt en dan zijn ze echt veel opener dan lijkt op het internet. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je dan ineens niet meer hoeft te chatten met elkaar. Maar dat je dan ineens gewoon met elkaar kan praten face-to-face. -face. Dus dat, ja... Heb je ooit gedacht om Nicky te delen met een ander stel partnerel? Nee, ik ben heel monogaam in dat opzicht. Ik zou echt... Nee, ik ben niet van de partnerel. Maar ik ben ook nog mega verliefd op Nicky, dus... Ik heb echt genoeg aan hem. En volgens mij hij ook aan mij. Dus misschien als dat niet meer zo is. En je wilt niet elkaar kwijt dat je dat dan kiest. Maar voor ons is dat nu nog niet uh, aan de orde. <laughs> um, ik heb daar dus ook nog nooit over nagedacht. Het is eigenlijk de eerste keer überhaupt dat het in mijn hoofd voorbij komt. <laughs> Welke kledingstijl vind je zelf heel mooi, maar zou je zelf nooit dragen. Ik vind gothic echt super mooi. Dat vind ik altijd al mooi. Ik vind die jurken zo. Oh, ik moet dan helemaal denken aan uh, With Temptation en uh, Evanescence of zoiets. Ja, man. En dan, oh, daar komen altijd zulke mooie kledinggestelde mensen naar die festivals en zo. En dan, wauw, ben ik helemaal blown away. Hoe heet je ex? Voor- en achternaam. Ja, dat kan ik dus echt niet delen, want die persoon heeft daar niet om gevraagd. En dan vroeg nog iemand, hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Uh, nou, ik heb net een huis gekocht, dus niet zoveel meer. Want er is een hoop geld in dit huis gegaan. Eigen inbreng. En op dit moment staat er nog ongeveer 5000 euro op. En dat is voor als, ja, als er iets kapot gaat. Uh, mijn auto. Dat je dan iets nieuws terug kan kopen. Uh, maar ik heb nog wel een studieschuld die ik af moet betalen. Dus ik zou dat ook natuurlijk... Dan heb ik geen... Um, spaargeld meer. Maar die ja, 5000 euro is wat er ongeveer op mijn spaarrekening staat nu. En daarvan moet de tuin ook nog betalen. We moeten de tuin nog doen, de badkamer nog uh, verbouwen. Dus er zal niet lang meer 5000 euro op staan. Heftige video dit. Ik denk dat ik ook heel veel moet editen hieraan. Dus ik ga er gauw aan beginnen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het insturen van jullie grappige vragen. Er waren nog meer vragen, maar ja, de tijd zit er een beetje op. Ik heb de leukste eruit gekozen. Nogmaals, heel erg bedankt voor het kijken naar mijn video's. Want daardoor hebben we nu die YouTube-partnership gehaald. Echt liefde voor jullie. En ik wens jullie een hele fijne week toe. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doeg!